Goedemorgen. Ja, we hebben een gast in de studio. Een heel belangrijk. Mag u u voorstellen? Ja, goedemorgen Nicky. Ja, ik ben Robin en ik ben scheidsrechter in het betaald voetbal. En jij had gevraagd of ik langs wilde komen, dus dan doe ik dat graag. Voor een interview, ja, over voetbal. Ja, dan gaan we gelijk beginnen. Ja, Nicky, vraag eens. Ja, je had toch wat voorbereid, hè? Ja. Waar hadden we toen net in het gesprek over? Over voetbal, ja. Ja. Over de VAR en allemaal. Ja, vraag eens dan over de VAR. Wat vind je leuk om te weten? Ja, alles eigenlijk. Alles. Alles. Nou ja, we hadden het net over de VAR, hè. En ik ben zelf ook VAR. Toevallig moet ik nu zaterdag, ben ik ook VAR. Bij FC Volendam tegen AZ. Ja, en wat... Wat ik daar doe is eigenlijk controleren of de scheidsrechter alles goed doet. En dan hebben we eigenlijk een beetje zoals jullie ook voor je, zeg maar, een aantal televisieschermen. Jullie hebben computerschermen, wij televisieschermen. Ja, maar dat is ook zo'n computer, toch? Ja, en dan heb ik, net zoals jou, heb ik iemand naast me zitten en die stuurt mij dan de goede beelden. Die helpt me om, om naar de goede camera's te kunnen kijken. En zo beoordelen wij de overtredingen of niet-overtredingen of andere gekke dingen. Ja, en wat vindt u daarvan? Ik vind het heel belangrijk, ik vind het leuk om te doen en we maken minder fouten daardoor. Dat is wel het belangrijkste. Ja, minder fouten, dus minder problemen, minder negatieve aandacht voor ons. Ja. Ja, en welke club ga je dan dit weekend doen? Ik moet morgen fluiten als scheidsrechter zelf. Ben ik bij de Graafschap tegen Telstar. En zaterdag ben ik dan VAR bij FC Volendam tegen AZ. Dus ik ben weer 2 dagen op pad. Ja. En dan nog een andere vraag. Hoe lang doet u het al, scheidsrechten? Dat is best al lang. Ik ben natuurlijk in het amateurvoetbal begonnen. Want ja, je kunt niet in één keer in het betaald voetbal beginnen. Dat zou een beetje gek zijn. Ik denk wel al 10, 12 jaar, zoiets, denk ik. En in het betaald voetbal is het nu 4 jaar. Vierde jaar. Dus hebben ze denk ik gezien van je bent toch een goede scheidsrechter en hebben ze jou erbij gepakt. Ja, wij worden ook beoordeeld. Krijgen we allemaal rapporten en dan krijgen we punten. En als we goed genoeg scoren, dan mogen we een stapje hoger. Ja. Huh. Ja, dan met een stapje hoger. Welke clubs heb je tot nu allemaal gefloten? Ja, dat is te veel om op te noemen. Ik heb bijna alles wel gehad. Ik moet nog 3 stadions ben ik nog niet geweest. Nou, morgen ga ik naar de Graafschap. Daar was ik nog niet geweest. En ik ben nog niet bij AZ geweest en nog niet bij Heerenveen geweest. Alle andere clubs wel in betaald voetbal. Ja, Roda mag je natuurlijk niet, nee, maar dat had je al gezegd. Wel oefenwedstrijden, die heb ik wel al een keer gehad. Ja, maar in de competitie mag dat niet. Nee. En ja, heb je ook wel eens belangrijke wedstrijden gehad? Ja, iedere wedstrijd is natuurlijk belangrijk, hè. Ieder team wil altijd winnen. Maar ik heb wel in de beker al eens wat belangrijke wedstrijden gehad. Ik ben een keer nog bij Groene Ster geweest in Heerlen. Die speelde toen in de beker tegen Venlo. Dus dat was voor hun heel speciaal, want ze speelden tegen een betaald voetbalclub. En er waren daar 3.000 of 4.000 mensen waren daar om te kijken. Dus dat was voor Groene Ster natuurlijk heel chic. En ze wonnen ook nog, dat was al helemaal apart. Ja, andere grote wedstrijden, wil je dat misschien ook nog ooit doen? Zoals Interland. Zou heel leuk zijn. Nu nog niet, daar ben ik nu nog niet goed genoeg voor. Misschien komt dat ooit nog. Maar dat gaan we wel zien. Moet ik nog een beetje extra oefenen, denk ik. Ja. Maar ik ben wel al een keer, ook als vierde official, dan geef je dus de wissels en zo aan, hè, met dat bord. Ben ik wel al een keer, ik ben al een keer bij Ajax geweest, al een keer bij Feyenoord, 2 keer bij PSV. Dus dat is ook wel chic. Volgende week woensdag mag ik ook weer naar Feyenoord. Dan sta ik ook weer langs de lijn als vierde official, dus dan moet ik de scheidsrechter een beetje helpen. Nou, ik dacht dat je alleen maar dit scheidsrechter en niet dat andere werk. Nee, ik dacht dat er appartementen voor waren. Nee, de assistent scheidsrechters, die met de vlag in de handen, dat is apart werk. Die doen alleen maar dat. Maar wij zijn en scheidsrechter en VAR en vierde official. Dus we hebben het heel druk. Ja, maar het is wel heel leuk om te doen. Nog even een vraagje voor de luisteraars. Als ze die vragen hebben, mogen die dat ook insturen. Zeker. En dan horen we het wel. Dan horen we het zeker, Nicky. Ja, gelijk een vraag. Ja, we hadden het net al over de video gehad, hè? Ja. De VAR.
Wat wil je nog meer daarover weten? Wat vind je leuk om te weten? Ja, hoe lang u daarvoor bezig bent om dat te leren? Ja, het is echt een hele opleiding. Twee jaar lang moeten we daarvoor leren. En dan gaan we heel veel oefenen. Dus we gaan heel veel beelden bekijken, oefenen hoe alle knoppen werken, hoe de schermen werken. Want we hebben allemaal schermen die kun je aanraken. Dus allemaal van die touchscreens. En dan kan ik zelf de beelden vergroten of verkleinen of een andere camera uitkiezen. Dus dat moet ik allemaal oefenen. En verder is het gewoon oefenen om te zorgen dat je daar heel snel in wordt. Steeds herhalen, altijd hetzelfde doen, zodat het steeds sneller gaat. Dus daar ben je wel, ben je toch wel twee jaar mee bezig. Ja. Dus soms moet je ook ergens meekijken hoe ze dat doen. Ja, het is te moeilijk. We begonnen met meekijken. Dus dan gaan we kijken, nou, hoe doet iemand die dat al langer doet. Dat we daarvan kunnen leren. Schrijven we op wat ze goed doen, wat ze minder goed doen. En dan gaan we het zelf een keer oefenen. En kijken jullie ook wel eens in de vrije tijd daarna? Als je thuis bent bijvoorbeeld, of video's of zo? Nee, ik kijk wel heel graag voetballen thuis, dat wel. Maar dan kijk ik wel naar het voetballen. Ik ga dan niet naar de scheidsrechter kijken. Nee, dan kijk ik gewoon omdat ik het voetballen leuk vind. Ja, maar als dat toevallig in de beeld komt met de VAR. Dan wel, ja. Dan kan ik natuurlijk wel erover denken van ja, hoe zou ik het zelf doen? Ja. Dus dat, dat wisselt een beetje. Soms kijk ik puur voor het voetballen en soms dan kijk ik een beetje mee van hoe zou ik het zelf doen? Ja. Ja, en dan nog een vraag. Hoe gaat u met conflict om? Ja, dat is nogal verschillend. We hebben als... We hebben als scheidsrechter natuurlijk vaak commentaar. Ook van publiek. Nou is dat nog niet zo erg, want daar hoeven wij niks mee te doen. Maar spelers en trainers die willen nog wel eens vervelend zijn. Ja, dan moeten wij zelf natuurlijk rustig blijven. Want als wij gaan terugschreeuwen, dat werkt ook niet. En dan probeer ik het altijd vriendelijk op te lossen. Ja, en als dat niet gaat, dan heb ik of geel of rood nodig. Maar dat proberen we altijd te voorkomen. Ja. Aan trainers mag je ook een kaart geven, hè? Dat gebeurt ook wel eens vaak. Als ze heel vervelend zijn, dan mag dat. Ja, af en toe dan zijn ze niet zo lief. Zij moeten naar ons luisteren en dan krijgen ze wel eens een kaart. Ja, dat klopt. Dus dat, hetzelfde als de spelers. Ook die moeten luisteren en de trainers ook. Want als trainers niet luisteren, dan hoeven de spelers natuurlijk helemaal niet meer te luisteren. Nee, dat klopt. Dus die moeten wel het goede voorbeeld geven. En het publiek kan geen kaart krijgen, of? Nee, daar kunnen wij niks mee. Als ze nou heel vervelend worden en ze gaan met dingen gooien en zo, dan kunnen we de wedstrijd wel stilleggen, maar dat gebeurt niet zo heel vaak. Meestal weten ze zich wel goed te gedragen. Of als een speler het veld op komt gerend, bijvoorbeeld. Ja, dat kan ook nog doen. Ja, dat is ook niet de bedoeling. Maar ja. Als het gevaarlijk wordt, dan moeten we stoppen. Dan moeten we naar binnen. Oh. Maar dat gebeurt niet zo vaak. Dus dat valt wel mee. Nee, hebben we nog wat vragen? Mag even nadenken. Ja, we hadden het net nog over het trainen. Over trainen? Oh ja, klopt. Ja, daar hadden we het ook nog over, ja. Of u nog goede conditie hebt of scheidsrechter niet hebben. Ja, het lijkt altijd alsof wij niet veel hoeven te doen. Maar we rennen eigenlijk net zoveel als de spelers. En wij rennen per wedstrijd echt wel meer dan 10 kilometer. Dus dat is heel erg ver. En dan met heel veel sprints, dat je heel hard moet rennen of soms rustig. Het is natuurlijk logisch, want hoe dichter ik bij de bal ben, hoe beter ik het kan zien. Maar als ik heel ver weg staan, kan ik natuurlijk nooit zien of iemand een overtreding maakt. Maar je mag de speler niet blokkeren of de bal. Ik moet altijd zorgen dat ik niet in de weg sta. Dat is vervelend. Dan gaan spelers worden geïrriteerd. Dat is soms moeilijk. Dat lijkt me moeilijk als scheidsrechter. Ja. Want springen daar soms zo pronk tussen. Dan moeten we ook heel veel mee oefenen. Ja, bij ons heet dat positie kiezen. Dus je gaat een positie op het veld kiezen. Dat je niet in de weg staat. En volgen. Dus het spel volg ik. Maar dan wel een beetje op afstand. Dat ik niet in de weg loop. Dus soms sta je net wel voor een speler, maar als de bal komt, moet je sneller wegspringen. Snel aan de kant, want anders kunnen zij niet schieten. En het gaat om het voetbal, het gaat niet om ons. Dus wij moeten zorgen dat we niet in de weg staan. Nee, jullie moeten zorgen dat ze netjes blijven spelen. Ja, dat ze alles volgens de regels doen. Dat klopt, ja. En klinkt misschien een hele eerst om, een beetje een niet zo leuke vraag. Maak je ook wel eens fouten? Ja, dat is een hele normale vraag, want iedereen maakt fouten. Wij ook. Alleen met alle camera's die we hebben, dan vallen natuurlijk alle fouten op. Dus we maken natuurlijk liever geen fouten. Gelukkig hebben we in de Eredivisie dan wel een VAR, hè, om te checken of wij een fout maken om dat terug te draaien. Mm-hmm. Maar een niveautje lager in de keukenkampioendivisie, daar hebben we dat niet. Dus dan maak je ook wel eens een fout. Ja, dat kan gebeuren. Maar voetballers maken ook fouten.
Een keeper maakt wel eens een fout, dan heb je een doelpunt tegen. Of een aanvaller mist, een schot voor vrije doel. Ja, dat gebeurt. Mm-hmm. En ja, als het niet te vaak gebeurt en we ervan leren, dat is het belangrijkste. Dus ja, proberen er altijd van te leren en dan de wedstrijd daarna weer goed te doen. Ja. Even nog de vraag wat uw hobby's zijn. Ja, nou ja, goed, sporten is natuurlijk een hobby, hè, want ik moet wel fit blijven. Ik moet natuurlijk heel veel trainen, zoals ik net zei, hè, om in de wedstrijd in de buurt te blijven. Ik vind wielrennen ook heel leuk. In de zomer ga ik wel eens fietsen. Ik heb een leuke wielrenfiets. Lekker door het Heuvelland. En dan ja, lekker rondje fietsen. Dat is altijd wel leuk. En verder vind ik hardlopen ook wel leuk. Ja, gewoon een rondje hardlopen om ook weer lekker fit te blijven. Dus oh, daarom blijf je zo fit eigenlijk. Ja. Ja, het zijn allemaal dingen waar ik fit van blijf. Dus dat vind ik leuk om te doen. Ja. Ja, en andere hobby's? Nee, niet echt hobby's meer. Ik doe wel nog ander werk erbij. Ik ben bij een trampolinepark een manager. Dus dat is ook een beetje hetzelfde als met voetballen of als met fluiten. Dat ik zeg maar mensen een beetje moet aansturen. Dat ze de dingen moeten doen die ik ze vraag. Dus dat lijkt wel een beetje op elkaar. Dus allebei een beetje managen. Mm-hmm. Dus ja, daar ben ik door de week altijd druk mee bezig. En in het weekend fluit ik altijd heel veel. Ja, andere dingen nog? Nee, ik heb verder geen andere vragen waarvan ik denk dat is misschien interessant. Ik heb wel nog wat meegenomen. En dan mag jij even kijken wat erin zit. En dan mag je het ook nog houden dadelijk. Dus mag je even kijken wat er allemaal in zit. Oh, dat weet ik niet wat dat is, maar... Nee, dat zet maar neer. Ga ik je zo uitleggen. Aan een shirt voor jou natuurlijk. Ja, moet je hem nog even omdraaien? Dat is een shirtje dat hebben wij 2 jaar terug hadden wij deze kleur. We hebben nu andere kleuren. En dat shirtje, dat denk ik, ja, kan Nicky niet zonder lege handen achterlaten. Dus ik denk, dan neem ik wat leuks voor je mee. Dus die mag je houden. Kun je ergens een leuk plekje geven of in de studio of op de slaapkamer, wat je zelf leuk vindt. Hmm. Ja. En dan zit er als het goed is nog iets in. Ja, die doen we als laatste. Volgens mij zit er nog iets in het tasje. Je hebt wel alles onder de ja. Oh, daar zitten de kaartjes in, ja. Die kon ik natuurlijk niet vergeten. Hè. Die zijn voor ons in ieder geval hetgene wat het meest... Ja, maar dat is normaal toch rood en nou ziet dat oranje uit. Ja, soms hebben we kaarten die zijn echt fel rood. En deze zijn ook voor... hoe moet je dat uitleggen? De lampen in een stadion, hè, die zijn altijd heel fel. Hmm. Dus als je die in een stadion onder het licht van een stadionlamp houdt, dan lijkt het weer rood. Dus daarom lijken ze onder een normale lamp niet precies rood. Dat verschilt een beetje. Dus dat. Huh? Ja. Nee. Heb je enig idee wat dat voor flesje is? Nee. Nee? Maar als je mij geeft. Heb je wel eens een scheidsrechter op het veld gezien met een spuitbusje in zijn handen? Ja, dat had ik wel eens met het WK toen gezien. Ja, dat nou, dit is eigenlijk hetzelfde. Die gebruiken wij ook. Doe het even hier op tafel. Dat gaat wel weg. Zie je? Dat is gewoon schuim. Ja. Als wij spelers op afstand moeten zetten in een muurtje, dan gebruiken we die spray. En dan weten ze dat ze achter een muurtje moeten staan. Ik denk, die neem ik je ook mee. Dat vind je vast wel leuk. Ja. Dus ja, mag je allemaal houden. Mag je wat leuks mee doen. En dan heb je nog een leuk aandenken aan het interview. Ja, vind je het leuk? Ja, en nog een vraag. Heb je nog andere dingen wat je leuk vindt? Want nu binnenkort komt. Ja, uiteraard de carnaval, hè. Ik bedoel, ik ben niet voor niks een Limburger, dus dan vier je ook carnaval. Carnaval. Mm. Wow. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus ja, nog 2 weken wachten en dan kunnen we weer een paar dagen feest vieren. Ja, dat is al een beetje begonnen. Ja. Ja, het is al een beetje begonnen, dat is waar. Het zijn... drukke dagen. Ik zit ook in de Elfenraad bij onze carnavalsvereniging. Dus dan ja, ben je veel weg. Maar wel heel leuk om te doen. Ja, dat is de volgende interview wat ik dan heb. Ja. Ja. Ja, want ik zag onze prinses. Die kwam ook nog hierheen. Dus dan mag je haar ook nog interviewen. Misschien kom ik dan nog mee. Kom ik nog een keertje terug. Ik vind het zo gezellig.